Dear White HVA. Op dit event spreken studenten, experts en zelfs de opleidingscoördinator zich uit over deze witte hogeschool. Wat ze te zeggen hebben, horen we nu. Als ik zeg Dear White HVA, wat zeg jij dan? Dan zeg ik inclusiviteit, dan zeg ik zwart en wit naast elkaar, dan zeg ik liefde, dan zeg ik begrip, dan zeg ik empathie, heel belangrijk. Institutioneel racisme, dat het heel erg wit kan zijn in hoger onderwijs. 51% van Amsterdam heeft een andere migrantenachtergrond, maar het wordt niet gereflecteerd in de diversiteit van onze universiteit of van onze scholen. Ik ben zelf een witte vrouw, maar ik heb zoiets van, word bewust en sta bewust van je positie. En dat heel veel kinderen van kleur bijvoorbeeld naar lagere vorm van onderwijs worden gestuurd en kinderen met een andere huidskleur naar hoger onderwijs. Sta open en luister naar de ervaring van studenten. Ook al is dat misschien niet jouw ervaring, maar dat het er wel toe doet en van belang is dat alle verhalen gehoord worden. They don't understand where we are going to. They don't understand where we are going to. They don't understand where we choose to be. I said, don't touch my pride. Jij bent ook betrokken als docent bij dit event. Waarom is dit event zo belangrijk? Dit event is belangrijk eigenlijk ook al vanuit persoonlijke ervaring. Toen ik zelf student was, dat ik te maken had vaker met microagressie, met je niet thuis voelen. En ik was een student die dat niet uitsprak, omdat ik dacht van het is maar één keer. Ik wil anderen niet ongemakkelijk laten voelen. Plus het belemmert mij ook in mijn studiesucces. Ik herken mezelf wel in die verhalen. Ja, altijd die verschillende soorten microagressie, dat heb ik ook allemaal wel meegemaakt. Ik studeer zelf media. En de eerste dingen die mij in mijn opleiding is opgevallen, hoe wit mijn opleiding was. Ik ben zelf de enige getinte jongen in mijn klas. Er werd net benoemd in het debat hoe belangrijk onderwijs is. Maar media is misschien nog belangrijker. Het projectteam en de mensen die hier zijn gekomen hebben alleen maar meer kracht gegeven om daadwerkelijk ook echt mijn mond open te maken wanneer dit soort dingen plaatsvonden. Want in het begin durfde ik het niet altijd even goed. Niet bang zijn om te vertellen wat je voelt en gewoon het aangaan. Wees echt kwetsbaar en zeg wat jij vindt, maar denk ook aan jezelf. Soms kost het jou gewoon echt heel veel. Woorden te geven aan je gevoelens. En als je dat kan duiden, dan kan je het ook overbrengen naar een ander. En dan kan je het uitleggen. En dan hopelijk voelt die ander zich aangesproken om met jou samen de verandering aan te gaan. Wat ik zo mooi zou vinden op een instituut als de HVA of de UvA of waar dan ook, is zoek naar de gemeenschappelijke delen waar je onderdrukking voelt. Op kleur, op geaardheid, op geslacht, op religie, op seksuele voorkeur, noem het. En indien dat in een groepering duidelijk is en indien mensen, als het gaat om racisme, witte mensen dat ook van jullie snappen, is het ook makkelijker om een unity te vormen. Wat voor tips heb jij qua oplossing? Eigenlijk moet je niet aan een witte man vragen, maar eigenlijk aan de mensen die daar daadwerkelijk mee te maken hebben. Maar mijn tip zou zijn, durf kritische vragen te stellen aan elkaar. Als een zwart persoon tegen jou zegt, jouw gedrag doet mij pijn, dan is het naar mijn mening wel menselijk om naar je eigen gedrag te kijken en dat ook te analyseren. Bekijk jezelf en bekijk anderen en ja, stel jezelf even kwetsbaar. Hoe zou ik erin voelen in een bepaalde situatie, positie? Durf elkaar scherp te houden op dingen en vanuit daar een goed gesprek over alle vormen van onderdrukking op te starten. We leven in deze maatschappij. Dus wees bewust van je privilege. Je eigen rol daarin. Probeer het te begrijpen en doe alsjeblieft aan zelfreflectie. De panelleden die kwamen met hele concrete oplossingen. Bijvoorbeeld verhalen verzamelen en vanaf dat startpunt weer verder vertrekken. En dat heb ik op zich nooit eerder gehoord op een soort gelijk evenement. Pas als je luistert en erkenning geeft, dan kan ook daadwerkelijk verandering ontstaan. En als we dan een hele mooie open houding naar elkaar kunnen hebben, dan kunnen we meer een eenheid worden. En alleen maar heel mooi samenleven. En dat is mijn droom.